Wat nu is Europa, bestaat nu 50 jaar. Het is zoals het is, dat heeft ook allemaal zijn redenen. Het is een vrij. Dat vind ik heel erg leuk dat u dat zegt hoor. Dat Europa. U zei niet een rommeltje, maar chaotisch. Ja. Was dat het woord dat u gebruikt? Nou goed, dat is ook zo. Het is chaotisch, ja. En dat is op een of andere manier zijn charme, maar ook wel op een of andere manier zijn kracht. Denk ja, wonderbaarlijk genoeg functioneert het ook dus nog. Dus met alle mankementen die ik zie. En die ik ook echt zou willen veranderen, vind ik niet dat het dysfunctioneert. Dat is namelijk wel het rare. Ook hier in het parlement. Ik bedoel, met zoveel parlementariërs uit zoveel verschillende landen, zoveel verschillende politieke stromingen. En toch slaan we er op de een of andere manier in om een coherent meerderheidsstandpunt tot stand te brengen. Ja. Dat vind ik namelijk ook wel heel inspirerend. En wat ik hier ook heel spannend aan vind, is dat ik echt het idee heb dat we aan het pionieren zijn met een nieuwe vorm van samenwerken. Beschrijf, wat is dat? Nou, je bent ook aan het pionieren om invloed te hebben. Bij de Tweede Kamer is dit een natuurlijk... Is dat persoonlijk? Ook persoonlijk. Nou, het is gewoon een spannende constructie om in iets te zitten waarbij landen ineens met elkaar verbonden raken. Waarbij ook bijvoorbeeld de nieuwe landen erbij komen. Waar ik vroeger ook helemaal geen band echt mee had. Voor hun is de uitbreiding trouwens ook heel anders dan voor ons. Want wij zeggen steeds de toetreding. Hè? Dus zij treden toe tot ons. Voor de nieuwe lidstaten is het vooral de hereniging van Europa. Dat is een cruciaal verschil hoe het gevoeld wordt. Maar ik had er ook eerst niet zoveel mee. Zij hebben ook de hereniging? Voor hun is de hereniging van Europa. Ja, heel groot gelijk. En zij vinden het ook verschrikkelijk dat het door ons als toetreding wordt gezien. Ja. Omdat dat is ook een verschil in machtspositie natuurlijk, ja. Hè? Toetreding. Zij moeten vragen en wij staan iets toe. Of niet. Ja, maar goed. Maar het is dus een spannend iets om dingen te laten werken, om samenlevingen ook te stabiliseren via Europese wetgeving. Bijvoorbeeld ook met de homodiscriminatie in Polen. Iedereen ziet nu de strijd die dat bijvoorbeeld in Polen oplevert. En kan zeggen van, het zijn een stel conservatievelingen. Ja, dat klopt. Maar dat komt, daar is nu de strijd aan de gang. Gewoon voor de emancipatie van de homo's en van de vrouwen. En hoe komt dat? Dat komt omdat dat de regels zijn die wij in Europa hebben afgesproken. Een wind over. Ja, dus dat vind ik allemaal heel erg spannend. Wat je zegt van, is het ook persoonlijk zo? Ja, het is ook persoonlijk, want in de Tweede Kamer weet je natuurlijk, als je een onderwerp hebt, nou, je kan een parlementaire vraag stellen, of je gaat naar het vragenuurtje, of je hebt een debat. Of, dat is een beetje, zijn de betreden paden. Hè? Ook heel belangrijk hoor, daar doe ik niks aan af. Maar hier, ja, op sommige terreinen heb je macht en op andere niet. Nou, als je de macht hebt, is het duidelijk. Maar wat doe je als je niet de macht hebt, maar wel invloed wil hebben? Bijvoorbeeld, wanneer het gaat over de passagiersgegevens, heb ik officieel geen macht op. Nee, dan ga je de media zoeken. Je gaat een rechtszaak aanspannen, wat we nu hebben gedaan, die we toen ook hebben gewonnen als parlement. Dus je gaat steeds. Bent u Europees op? Ja. Nee, weet je, dus je bent steeds aan het zoeken naar mogelijkheden om toch invloed te hebben, omdat het gewoon niet deugt dat hier alleen de regeringen over gaan, die achter gesloten deuren over burgerrechten praten. Dat vind ik iets wat. Weet je, ik ben ervan overtuigd dat je op Europees niveau sommige besluiten moet nemen. Maar op zoiets zitten er 25 mannen achter gesloten deuren. Die nemen een besluit wat gewoon burgers direct raakt. Nou, daarvoor zijn we toen naar het Hof gegaan en hebben we gewonnen. Dus ja, ik vind het spannend om steeds naar mogelijkheden te zoeken. Dan zit ik weer met mijn neus in het verdrag van wat kan ik doen om dit te stoppen, want het deugt niet. En dat is leuk. Ja.